Caroline van der Plas reageert met duidelijke irritatie op de kritiek die ze heeft ontvangen naar aanleiding van haar deelname aan Chateau-Meiland-Vips. Geconfronteerd met vragen over de controverse vraagt ze zich af of ze überhaupt nog mag ademen in het licht van de ophef. In een gesprek met de telegraaf laat ze weten: Jeetje Mina, mag ik nog ademen, mensen? Of mag dat ook niet meer? De meeste reacties zijn positief, laat ik dat vooropstellen. Maar er zijn mensen dat ik denk: Oh mijn god. Als ik een kopje koffie zet, dan is het al. Heb je niets beters te doen? Ja, hallo. Ik heb ook gewoon een privéleven, hè? Het lijkt erop dat de kritiek Carolien behoorlijk dwars zit en ze maakt een sarcastische opmerking over de vraag wat ze nog wel mag doen in Nederland. Mag ik nog slapen? Mag ik nog eten? Misschien iets minder, grapt ze. Vervolgens wordt haar gevraagd of ze zich niet beter kan bezighouden met het formatieproces. Ze antwoordt, ik zal je vertellen, de opnames van de Meilandjes waren op 7 en 8 januari. Op 9 januari begonnen de formatiegesprekken, dus ik hoop dat ik in mijn vrije tijd nog dingen mag doen. Zo niet, mail mij, c.fplas, apenstaartje2dekamer.nl. Vertel mij dan maar even wat ik nog wel mag doen en wat ik niet meer mag doen. En dan zal ik openbaar maken wat de meeste mensen in Nederland vinden. Ja, sorry, ik denk echt van, wat is dit jongens? Alsjeblieft!